brutum Israëlische geweld zijn 25.000 Palestijnen in Gaza omgekomen. Meer dan 10.000 Palestijnen zijn vermist onder het puin. Gaza wordt van de kaart geveegd. 70% van de woningen is volgens de Wall Street Journal vernietigd of beschadigd. Bijna 2 miljoen Gazanen zijn gedwongen om te vluchten en moeten onder erbarmelijke omstandigheden overleven. Geen dak boven het hoofd. 1 op de 4 gezinnen heeft nauwelijks voedsel en er is een groot risico op het uitbreken van epidemieën. En Nederland en de westerse wereld kijken al maanden toe hoe dit gebeurt. Elke keer weer die slappe en totaal onmenselijke oproepjes in de richting van Israël die niet werken. Elke keer weer blijft Nederland achter dat vreselijke woord staan die dat recht op zelfverdediging van Israël, wat in de praktijk brute vergelding en bestraffing van de Palestijnen is. En ondertussen gaat Israël dus maar door met moorden. Ondertussen tikt de teller van Palestijnse doden maar door. Ik vraag aan de minister, wanneer gaat Nederland nou eindelijk eens de Israëlische regering veroordelen en oproepen tot een onvoorwaardelijk staakt het vuren? Hoeveel Palestijnen moeten er nog sterven voordat Nederland eindelijk eens gaat optreden in de richting van Israël? Wanneer gaat Nederland eindelijk oproepen tot het vervolgen van Netanyahu voor oorlogsmisdaad? Want het is niet voor niets dat Zuid-Afrika een omvangrijke aanklacht tegen Israël heeft ingediend vanwege genocide. Talloze slachtoffers, honger inzetten als wapen, de oproepen van Israëlische politici om Gaza te vernietigen waarin Palestijnen worden ontmenselijk. Dit heeft inderdaad alles weg van een genocide, zo zeggen meerdere internationale organisaties. Ziet de minister in dat Nederland door het wegkijken het risico loopt medeplichtig te zijn aan een beginnende genocide?